Jongens, welkom bij een nieuwe unboxing hier op Gamerset.nl. En vandaag is een grote dag, want vandaag komt PlayStation VR uit. En dan weet ik ook wel, PlayStation VR is nog niet voor iedereen, want het staat nog in de kinderschoenen. Het is natuurlijk een beetje prijzig, maar we gaan wel hier aan jullie laten zien wat je er allemaal voor nodig hebt om straks PlayStation VR te runnen op je PlayStation 4. En Daniel en ik mogen aan de slag. Daniel heeft ook een setje. We mogen aan de slag met PlayStation VR games, dus check binnenkort Gamerset voor al die reviews. Ik ga aan de slag met Batman Arkham VR. En dat wordt dus heel erg vet. Maar goed, wat heb je nodig voor de PlayStation VR? En we gaan het gelijk allemaal even unboxen. Nou, allereerst hebben we hier de Spik Splinters, de nieuwste PlayStation Eye-camera. De PlayStation camera die is vernieuwd. Er kwam er een bij launch van de PlayStation 4 uit. Dit is een iets wat nieuwere. Dat is gelijk de eerste 50 euro die je kan investeren in je nieuwe PlayStation. Maar je kan ook met die oude camera, hè, dat je het even weet. Dus als je al een PlayStation camera hebt, dan is dit helemaal niet nodig. En ja, je kent ons met unboxings. Het gaat nooit zoals je wil, want je zou zeggen, ergens moet een beginnetje. Ah, hier. Zo, de nieuwe camera heeft een stand. Oh, wat vet. Super awesome. Zo, check dit. Check dit, hoe vet is dat? Oh, wacht, moet anders op. Wow, kijk, kun je hem zo netjes neerzetten? Ik vind dingen met een stand zijn sowieso altijd vetter dan dingen zonder stand. Ik heb ook direct een stand gekocht voor een VR-set. Want dan staat het net eventjes wat beter. Deze zetten we hier zo even neer. Ten tweede, ze zijn terug van weg geweest, namelijk de PlayStation Move controllers. Dan zou je zeggen, kan ik die oude gebruiken? Ja, dat kan, maar er is een nieuw setje uit. Die er eigenlijk exact hetzelfde uitzien als het oude setje. Met het enige verschil is de micro-USB-ingang die er tegenwoordig in zit. Oh, dit is een... Oh, ze hebben twee ingangen. Oh, wat vet. Zodat ze ook met de nieuwe PlayStation kunnen worden opgeladen. Dat is eigenlijk het enige verschil. Maar goed, ze hebben ze dus opnieuw uitgebracht. Maar ze zien er verder exact hetzelfde uit. En als je een VR-bril op hebt, dan registreren die lampjes die hierop zitten. Dit zou ik trouwens ook even niks neerleggen erbij. Zo. De lampjes die erop zitten, registreren je movement, net als de oude Move. En dat is handig, want dan heb je bijvoorbeeld in een game heb je handen of whatever. Maar goed, waar het allemaal om draait, is natuurlijk PlayStation VR. Ja, nogmaals, het is 400 euro, dus je moet er wel even in investen. Check binnenkort al die reviews op gamerset.nl, want wij gaan elke VR-game die eruit komt van een review voorzien. We hebben kortom heel erg veel te doen de komende tijd. Dit is hem, check dit. Oh, wauw, vet verpakt. Wow, check dit. Zal ik het even opnieuw doen? Let op, hè? Let op. Wow, hoe vet is dat? Oh, wow, zo, so, what the fuck? Dit is wel echt een vette box, laten we eerlijk zijn, want dit... Hop. Kijk, hier zit zelfs een soort bandje waardoor het niet verder open kan. Dat is best wel stijlvol, toch? Of niet? Lennart kijkt echt van, jezus, wat overdreven. Maar het is mooi. Het geeft een beetje een Apple-vibe. Nou, we hebben hier in ieder geval de Quick Starting Guide van PlayStation VR. Je staat allemaal op wat je al moet aansluiten. Nou, uiteindelijk wordt het best wel een systeempje op je televisie. Het is wel heel makkelijk om aan te sluiten, maar ja, je krijgt er wel heel veel snoeren bij. Want alles heeft voeding nodig, alles heeft stroom nodig, whatever. Laten we het eerste doosje er even uitpakken. Dat is een... Nou, dat is een stroomkabel. Hartstikke goed. Die zit er alles in. Hartstikke prima. Het tweede doosje. Wow. Oh, wacht even. Hoe gaat dit? Oh, wacht. Dit is het andere doosje. Hier zit je met, volgens mij je tussenstukje in. Die je nodig hebt. Dit is je nieuwe soort processor. Die je nodig hebt om je PlayStation VR te runnen. En eigenlijk ziet het er soort van uit als een kleine mini PlayStation 4. Check hoe schattig dit is. Kijk eens, jongen. Oh, zo, wow, dit kan ook. Wow. Ik weet niet waarom, maar het kan. Dus dat is vet. En nog meer kabels zitten erin. Nou, hartstikke goed. Staat weer mooi. Dan hebben we natuurlijk onze lectuur. En de demodisc. Dat is heel erg vet. De demodisc, wat zit er allemaal op de demodisc? Drive Club VR. Headmaster, dat is heel vet. Want dan kun je gaan leren koppen in het voetbal. Rick zit natuurlijk een demo van in, dat wordt wel een hele vette game. Battlezone, daar word ik trouwens fucking dronken van Battlezone. Daar kreeg ik echt Duits van, ik heb bijna kots, want in Battlezone zit je in een tank. En dan doe je en je hoofd draaien, en het bovenstuk van de tank, en het onderstuk van de tank. Nou, wap, word je helemaal gek van. Nou goed, dit is dus de lectuur. Een doekje, dat is heel belangrijk voor PlayStation VR, hè? Want je hebt natuurlijk ook gasten thuis en iedereen zegt van... ik wil ook even spelen, ik wil ook even spelen. Vervolgens zit er allemaal prut van die ogen zitten op de led. Dat wil je helemaal niet hebben, dus daarom zit er een mooi PlayStation VR relief ook nog eens. Relief, zie je het? Doekje. Nou, is dit value? Nou, dan hebben we nog meer kabels die ze voor het gemak ook hebben genummerd. En als je kabels nummert, dan weet je in ieder geval dat er veel zijn. Want anders is het gewoon één kabel. En hier is gewoon de... VR-systeem. Wauw. Wat vet. Ik zet het even op de grond. Ik heb een beetje last van mijn rug van afgelopen weekend, dus sorry dat ik het heb gegooid. Maar het is mijn eigen set, dus het mag. Het is trouwens mijn eigen set.
mag ik mee doen wat ik wil. En dit is hem, jongens. What the fuck? Mooi of niet, Lennart? Ziet echt super futuristisch uit. En kijk, PlayStation VR, als je HTC hebt gespeeld of Oculus, allemaal hebben ze voor- en nadelen. Maar een van de voordelen van de PlayStation VR is hoe makkelijk je hem kan stellen. Dat heb ik echt super mooi gedaan met een knopje. En met het aandraaien daarvan. Dat is echt super fijn. En dit kun je ook heel makkelijk stellen. Doe ik met een knopje onderin. Dan schuif je hem zo in en uit. Dat is echt super makkelijk. En dat is echt super. Dit is de miracle of VR. Als je een brildrager bent, heb je geen bril meer nodig. Dat is echt bizar. Dan kun je opeens, omdat het dicht bij je ogen zit, dus je hebt eigenlijk een leesbril. Als je een leesbril hebt, dan ben je sowieso de lul. Maar als je een verafbril hebt, kun je hem gewoon afdoen en dan kun je gewoon van dichtbij je shit zien. Kortom, dit is PlayStation VR. Kom snel terug op gamerset.nl voor de review, want we gaan er uitgebreid mee aan de slag. En we krijgen en een review aanstaande Gamerset Gear in Gamerset Gear. En we krijgen natuurlijk allemaal reviews van verschillende games. Bedankt voor het kijken en laat hieronder ook even in de reactie weten wat jij denkt van PlayStation VR. Hoe je het eruit vindt zien, et cetera, et cetera. Bedankt voor het kijken en tot snel.